Ik geloof niet dat jij deze video sneller een like kan geven dan dat ik een burger koop. Een burger, ja, we spelen vandaag een huge Bobby. De like challenge begint in 3, 2, 1. Oké, luister, er is hier een burger te koop, ik moet snel zijn. Ik wil weer, 29 Robux voor een burger. We gaan het gewoon doen, want ik heb mezelf te be... Ga je me nou serieus? Oh, ik heb hem wel. Oké, ik wou net zeggen. Ik heb een burger. Ik ben blij. Welkom bij deze YouTube hobby. Ik heb geen idee wat de bedoeling is. Ik neem aan dat we moeten proberen te ontsnappen van YouTube. Of dat we moeten proberen YouTube in te komen. Het zal een van die dingen zijn in ieder geval. En het is ook wel leuk, want er wordt in beeld namelijk aangegeven hoe ver wij al zijn in de hobby. He, dus we hebben nu 2 levels gehaald, of 3. En we zijn nu op 6%. Dus het zou nog wel eens kunnen voorkomen dat wij in deze video de hobby gaan halen. Als jij nou van een bepaald soort social media... Sociaal media, dat is eigenlijk heel raar. Sociaal media. Zou moeten ontsnappen. Van welk soort social media in Roblox zou jij dan willen ontsnappen? Laat het hier beneden weten in de comments. Ik ben benieuwd. Wat is jouw favoriete sociale media? Daar ben ik ook benieuwd naar. Laat het weten hier beneden. Wat ik echt heel erg grappig zou vinden, is als mijn oma gewoon volledig actief zou zijn op sociale media. Oké, stel voor, een oma, gewoon een doorsnee oma, zou Twitter hebben. Wat zouden de gemiddelde tweets zijn die wij een oma zien tweeten? Even lekker braaien. Hashtag wolle trui. Laat het in de comments. Oh, wat was dat? Are you serious right now? Is het multiple choice? Oh, wacht, wat? Is het... Het ziet eruit als multiple choice, maar... Bij multiple choice is het meestal niet mogelijk om gewoon op deze manier er langs heen te lopen. Oh, wat? Ah, nee! Het was geen eens multiple choice, maar ik heb gewoon 2 keer heel veel geluk gehad. Oh, dit is echt geniaal. Nou, ik heb in ieder geval een burgertje. Maar wat hoort er bij een burgertje? Cola, cola! Oh, zei iemand cola? Dat zou maar zo kunnen. Nee, weet je, op zich, en dat heb ik heel vaak, als ik iets ongezonds eet, dan is het niet per se nodig om er ook iets ongezonds bij te drinken. Juist, als je er iets normaals bij drinkt, zoals water, dat is zo'n soort spul wat ook uit de lucht komt vallen soms, dan maak je het wat minder erg misschien. Maar in ieder geval een Bloxy Cola, ook voor 29. Dit is echt duur. Zeg maar een colaatje van 29 euro in het echt. Ik denk dat niemand dat zou willen. Ik in ieder geval niet. Nou, daar gaan we. Slurp, slurp, slurp. Hap, hap, hap. En ik ben weer helemaal klaar ervoor. We kunnen er weer helemaal tegenaan. Wat zou dat grappig zijn? Of nog een betere vraag. Als mijn Roblox karakter Twitter zou hebben, wat zou mijn Roblox karakter loslaten over zijn dagelijks leven met mij? Zou die dat leuk vinden? Zou die het leuk vinden dat hij elke keer in verschillende soorten avonturen wordt geslingerd? Waarin hij zichzelf moet bewijzen tegenover iedereen. Waarin hij moet laten zien dat hij niet naar beneden valt bij 40 verschillende hobby's. Oeh, dit is interessant. Oh, nu ben ik wel benieuwd. Welk logo zou het lastigst zijn om overheen te obbyen? Is er zeg maar echt zo'n super irritant logo? Zeg maar een leuk logo. Maar gewoon echt een lastig logo met veel gaten erin en zo. Coca-Cola. Dat is denk ik echt een logo waar je niet makkelijk overheen obbyt. Hoe duur is een ballon? 71. Wie betaalt er nou weer 71 Robux voor een ballon? Give me the normal prices, Are you serious right now? Oh, dit is naar. Oh, dit is echt niet fijn. Zeg maar, het ding is... Gaps vermijd je normaal gesproken, right? Je bent gewend dat je dat juist niet moet aanraken. Dus wanneer het dan ineens nodig is om er wel overheen te gaan, dan is dat best creepy. Oeh, deze... Yo, ik ben zo bang voor dit, dat ik gewoon direct al naar beneden viel, zonder dat ik er überhaupt in de buurt kwam. Nee, ik wou zeggen dat in Wipeout heb je die dingen ook. Het zijn van die bewegende, in motion gestelde planken. En dat is lastig, hè, want ze mogen je niet aanraken. Want dan val je meestal. Dat is zeg maar ook het hele idee van Wipeout. Je mag niet vallen. We proberen het te vermijden. Oké, even kijken. We hebben dus nu een cola en een burger gekocht. Maar we kunnen ook een gravity coil kopen. Voor 50 Robux. Kijk, ik wil niet zeggen dat het goedkoop is. Dus dat doe ik niet. Want hey, 50 Robux is spittig prijzig, vind ik zelf. Alleen, het ding is, in andere hobby's is het misschien nog wel duurder. In andere hobby's is het misschien nog wel duurder dan dat. Oh, dit is zo naar. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar je ziet die lasers veel lastiger dan bij andere soorten levels. Oké, ik wil dat meisje inhalen. Jongen versus meisje. Wie gaat... Waar is het meisje? Oh, ze is afgegaan. Ik lach je niet uit. Zeg maar, er is een groot verschil om in iemand uitlachen en iemand toelachen. En ik bedoel, toelachen is natuurlijk ook wel iets totaal anders dan iemand uitlachen. Dat zeggen ze daarom ook meestal als grapje. Als dan iemand een ander uitlacht, dan zegt hij van... Nee, ik lach je niet uit, maar ik lach je toe. Terwijl heel de wereld kan zien dat diegene de ander gewoon uitlacht. Maar ik bedoel meer van...
Kijk, als iemand gewoon om zichzelf kan lachen, omdat hij misschien iets faal doet, weet je wel, dat hij iets doet waarvan hij zelf ook denkt van... En je lacht mee, dat is natuurlijk anders dan iemand gewoon vierkant uitlachen. Onthoud dat, want jij zou het ook niet leuk vinden als je vierkant wordt uitgelacht. Over vierkanten gesproken, hier hebben we ice sandwich. Oh, deze dingen zijn lekker. Maar ik had deze dingen ook altijd. Alleen dan was het sandwich gedeelte, het koekgedeelte was gewoon van een soort van wafel. Een soort van vanillewafel. En dan daartussen had je een combinatie van vanille, aardbeien en chocolade-ijs. Dat wil zeggen dan zeg maar zo'n triple taste. Amazing. Totally amazing. In ieder geval, wat is jouw favoriete ijs? Als soft ijs en bolletjes ijs niet is toegestaan. Dus alleen dingen zoals waterijs. Wat is dan jouw favoriete soort ijs? Weet je welke ook echt super nice waren? Dat waren van die bakjes met ijs. En dan had je ze... Wat? Oh, dat is al een laser. Dat zag ik niet eens. Dat waren van die bakjes met ijs. En daar zaten dan bijvoorbeeld 4 verschillende soorten mini-ijsjes in. Met alle 4 een andere smaak. Kijk, dat is nice. Kijk, aan de andere kant, het is dan meestal wel zo dat je 1 van die 4 smaken het allerlekkerst vindt. En stiekem hoop je dan eigenlijk dat elke smaak die smaak had. Dus dan is heel het principe van 4 verschillende soorten smaken hebben nog steeds niet heel erg handig. Maar het gaat om het idee, weet je. Een beetje afwisseling is nooit verkeerd. Sowieso is afwisseling nice. Ik denk ook, zeg maar, ik had een juffrouw. Of ja, een juffrouw, hoe noem je dat? Een leraar, een leerkracht op de middelbare. En de manier waarop zij les gaf was elke keer anders. Zeg maar, zij paste haar les altijd aan op de periode van het jaar... En op basis van de dingen die actueel waren. Dus zeg maar, er was dan bijvoorbeeld weer een nieuwsartikel over het monster van Loch Ness verschenen. Iets wat ik heel interessant vind nog steeds. En wat zij dan ging doen, is zij gaf zeg maar een soort van rekenen. Een soort van algemene, ja, je kent het wel. Oh, deze dingen verdwijnen. Oh, dat is zo creepy. Oh, dat is naar. Wat zij dan ging doen als opdracht, is wij moesten berekenen aan de hand van een foto... hoe lang wij dachten dat het monster van Loch Ness zou zijn. Kijk, het ding is, als je gewoon iemand zou zeggen van, yo... Reken een lantaarnpaal uit. Dat is leuk op zich. Ik bedoel, lantaarnpalen geven licht. Maar mensen zullen misschien toch een wat grotere desinteresse hebben... dan dat ze op het punt staan om een mythologisch wezen te mogen berekenen. Ik weet niet of jullie dat ook zouden hebben. Dat jullie het misschien leuker vinden om bijvoorbeeld de voetafdruk van Bigfoot te berekenen... in plaats van een luchtballon, om maar even een voorbeeld te geven. En dat deed ze heel erg goed. En dat was, je zag ook echt dat mensen dat heel interessant vonden. In ieder geval... Oh, yes... Ah, ik zie de play button. Het is een button met een play knop. Ik heb, laatst heb ik ook echt iets super grappigs meegemaakt. Ik had zeg maar een bladzijde van een tijdschrift of zo. En daar stond letterlijk zo'n dingetje op. Zo'n play knop. En mijn oma die had een tijdschrift en die zegt, wat is dat eigenlijk? Ik zeg, ah, dat is wat je ziet als je een video wilt afspelen. En mijn oma zegt, huh? Maar ze kunnen toch helemaal geen video's in de krant plaatsen? Ik zeg, hoe bedoel je? Ze zegt van, nou, hoe kan er nou een video afspelen terwijl dit een foto is? Ik zeg, oma, niet via tijdschrift van de krant, maar dat is zeg maar wat je op het internet ziet. Oh ja, oké. Oké, wat hebben we? Dit is nice. Wat? Een TikTok-hobby. Wel, nou ja, weet je, zullen we eens gek doen? Zullen we gewoon eens totaal crazy gaan? En zullen wij inderdaad onszelf teleporteren naar de TikTok-hobby? Bro, oké, wel, het kan alleen maar goed gaan, right? Ik bedoel, TikTok is leuk, hobby's zijn leuk. Het is ook zo, het is wel handig, weet je, dat ze die hobby's aan elkaar koppelen. Vind ik dan persoonlijk, want als je dan met de ene hobby klaar bent, dan heb je zin om nog even door te spelen. Dus dan onderaan in beeld staat er, haal deze hobby voor een mega verrassing. Zeg maar, ik weet niet hoe het met jullie ervaringen zit, voor wat betreft beloftes over mega verrassingen. Maar het is niet altijd waar. Zeg maar, ik wil niet... demotiverend of pessimistisch overkomen, maar het is niet altijd waar. Hey, in Roblox heb ik vaak zat meegemaakt dat er werd gesproken over een mega beloning en het zou iets zijn wat je nooit meer vergeet, once in a lifetime, je kent het wel. Was het niet. Het was een hoedje. Het was letterlijk een hoedje. Kijk, dit is fijn. Ik laat haar gewoon voorop lopen. En kijk, zij wil hetzelfde mij laten doen, maar ze heeft geen geduld, dus ze gaat zo meteen wel. Waarom doe je dat? Waarom blijf je de hele tijd door het midden lopen? Je ziet toch dat niet kan. Hier, het is waarschijnlijk links. Inderdaad. Gaat ze het nu wel snappen? Oh, wat erg. Ze weet dat ik op haar aan het wachten was. Ze weet dat ik haar als een soort van dummy de keuze zou laten maken. En nu doet ze precies hetzelfde bij mij. Maar goed, ik accepteer het. Want ik heb in ieder geval de juiste keuzes gemaakt. Dus dat is fijn. In ieder geval. Maar wat is er dan zo TikTok aan deze hobby? Dat is dan wat ik me afvraag. Ik denk dat het vooral de kleuren zijn. Ah ja, dit is ook wel een beetje TikTok. Dit zijn van die leuke muzieknoten. Oh, dit is ook wel gaaf. Ik heb het idee dat sowieso dat de maker van de YouTube-hobby dezelfde maker is als van de TikTok-hobby.
Ik vind het wel iets hebben. Social media hobby's. Ja, leuk bedacht. Als je mij vraagt. In ieder geval, dames en heren, jongens en meisjes. Ik hoop dat jullie... Wat is dat nou, een mega fidget spinner daar? Ik denk dat dat een mega fidget spinner is. Nou. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Als het nou het geval was, vergeet ook nog niet te liken. Abonneren kan hier beneden heel gratis als je dat nog niet hebt gedaan. Ik zeg tot de volgende keer. Adios!